Deze presentatie kunnen jullie achteraf ook nog weer terugzien. Mochten jullie als er op weg moeten of iets zijn vergeten of hebben gemist, dan kunnen jullie deze presentatie altijd terugzien. Maar welkom allemaal bij deze themapresentatie van de Wageningen Universiteit over duurzaamheid en circulariteit. Mijn naam is Imre ter Hedde. Ik ben student Biobased Sciences en Circular Economy. En tevens werk ik ook voor het team van student recruitment binnen de Wageningen Universiteit. Misschien hebben een paar van jullie mij al gezien. Ik heb ook de algemene presentatie gegeven en de presentatie over themapresentatie economie. Omdat dat precies mijn field of interest is en precies waar ik me mee, in mijn bachelor en mijn master mee bezig gehouden. Dus vandaar dat ik jullie ook vandaag wat meer ga vertellen over het thema duurzaamheid en circulariteit binnen de Wageningen Universiteit. De vraag staat natuurlijk centraal eigenlijk van waarom hebben we nou duurzame oplossing nodig? Nou, dit plaatje is jullie wellicht wel bekend. De aarde warmt op. Wat best wel heftige gevolgen heeft voor deze ijsbeer onder andere. Want de aarde warmt op en dat betekent ook dat ijskappen smelten. En dat is niet goed, want als ijskappen smelten gaat het zeepeil in het water stijgen. Wat zeker bijvoorbeeld voor ons in Nederland best wel heftige gevolgen heeft. Waarom we dus duurzame oplossingen nodig hebben. En het gaat dus ook gewoon niet, gaat dus niet goed met het klimaat. Wat ik al zei, de aarde warmt op, maar ook gaat de biodiversiteit omlaag. Oftewel, dieren en plantensoorten sterven uit, wat absoluut geen goed teken is. Er is meer CO2 en andere gassen in de lucht, wat bijdraagt aan de opwarming. Er is heel veel verspilling en vervuiling, zoals je ook op de plaatjes rechts ziet. Er gaat een enorme hoeveelheid van voeding gaat er eigenlijk aan. Er wordt niet gegeten, dat het natuurlijk een enorme zonde is. En zoals je op het bovenste plaatje ziet, is er enorme plastic vervuiling en überhaupt vervuiling van oceanen, maar ook van andere gebieden. Zijn er mensen die mij niet horen? Ja, ik ben niemand. Oh, oké. Okay. Mensen horen het gewoon. Fijn. Mocht je trouwens vragen hebben, dan kan je ze gewoon stellen in de chat. Dus die zou ik even in de gaten houden. En anders kom ik er achter aan het eind van deze presentatie op terug. Maar goed, er is dus heel veel verspilling en vervuiling. En er is ook door de opwarming en de milieu- of klimaatverandering is meer extreem weer. Dus denk aan meer heftige regenval, maar ook droogte, bosbranden en overstromingen. Zoals jullie misschien nog wel weten, was er vorig jaar waren er enorme overstromingen in Limburg. En ook dit jaar, in Duitsland en België trouwens, en dit jaar waren er weer heftige bosbranden. Wat natuurlijk waardoor de natuur aangaat, maar het heeft natuurlijk ook hele heftige invloed op de mens zelf. Waar iets tegen gedaan moet worden. Maar wat betekenen circulariteit en duurzaamheid nou eigenlijk in Wageningen? Nou, ten eerste is het de Universiteit van Life Sciences. Dus het gaat echt over hoe je het leven op zo'n hoog mogelijke kwaliteit kan inrichten. En we leven nou eenmaal op de aarde, dus we moeten ook heel erg de aarde en de kwaliteit van de aarde in acht nemen. De universiteit of de mensen binnen de universiteit hebben enorm veel kennis over natuur en klimaat. En het gaat heel erg dus over die duurzame ontwikkeling. Dus hoe kan je nou onze eigen, of hoe kunnen we onze eigen behoeftes voorzien zonder het in gevaar, daarmee het in gevaar brengen van de behoeftes van toekomstige generaties. Dus hoe kunnen wij allemaal eten en genieten van een gezonde natuur, waarbij we niet op zo'n hoge mate consumeren dat onze kinderen of onze kleinkinderen dat straks niet meer kunnen. En we gaan het ook dus hebben over circulariteit. En circulariteit betekent eigenlijk een systeem waar geen afval meer in bestaat. Dus dat gaat heel erg over het sluiten van de cirkel. En daarbij kijken we eigenlijk ook naar de duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze heb ik ook al kort aangehaald bij de presentatie over economie. Maar zeker juist ook binnen het kopje duurzaamheid en circulariteit gaat het heel erg over deze doelen. Dus denk aan
schoon water en sanitair gaat ook heel erg over duurzaamheid. Want hoe kan je ervoor zorgen dat er op een duurzame, dus langetermijn schoon water en sanitair is? Maar hoe hebben we betaalbare en duurzame energie? We willen duurzame steden en gemeenschappen. Maar we willen ook klimaatactie om te zorgen dat er iets voor het klimaat wordt gedaan. Zodat we het leven in het water, maar ook op het land zo goed mogelijk kunnen inrichten en gebruiken zonder het in gevaar te brengen. Maar ook daarbij komen we weer terug op de verantwoordelijke consumptie en productie. Dus dan zie je al dat er dat eigenlijk overal duurzaamheid en circulariteit in zit. Ook de reden waarom het duurzame ontwikkelingsdoelstelling heet. Maar wat is dan die circulaire economie? Dus we hebben het over duurzaamheid, dat spreekt misschien wat meer voor zich. Maar de term circulaire economie speelt ook een grote rol in Wageningen. En bijvoorbeeld ook binnen mijn opleiding, ik doe dus de Master Biobased Sciences. Dus dat gaat over hoe je biobased materialen kan gebruiken om bijvoorbeeld plastic te produceren. Dus ga je kijken hoe je bepaalde planten kan gebruiken daarvoor. En mijn specialisatie gaat dan over de circulaire economie. Dus hoe kan je je systeem veranderen van de lineaire economie, zoals dat hier aan de linkerkant staat, waarbij je dus van je grondstoffen naar je productie, naar je gebruik en naar je afval gaat. Hoe je eerst die economie zo gaat inrichten dat er wordt gerecycled. Maar eigenlijk willen we uiteindelijk in een systeem komen en in een circulaire economie komen, waarbij alle grondstoffen die in een systeem komen in dat systeem blijven. Dus eigenlijk wordt dat dus een cirkel, vandaar dus de circulaire economie, waarbij afval dus eigenlijk niet meer bestaat. Maar ja, hoe doe je dat? Als je kijkt naar hoeveel vuilnis er nu nog wordt geproduceerd, dan kan echt nog zeker niet alles worden gebruikt om daar wat mee te doen. Dus je kan al raden dat er dus een hele systeemverandering voor nodig is om dat te realiseren. En uiteindelijk willen we dus die duurzaamheid en duurzame oplossingen realiseren. Want we willen vervuiling tegengaan. Dit heeft een hele hoge urgentie. We zeiden altijd, nou, onze kleinkinderen gaan er misschien last van hebben. Maar zoals ik net al zei, we merken klimaatverandering eigenlijk nu al. Er is meer regen, de zomers zijn warmer, er zijn bosbranden. En waar dat nu nog bijvoorbeeld alleen in Zuid-Europa is het gewoon de werkelijkheid dat het in ons in de komende jaren ook gaat raken. En dat het echt nu de tijd is om hier oplossingen voor te zoeken. Maar zoals ik al zei, zulke vraagstukken zijn extreem complex en los je niet zomaar op. Dus daarom moet je echt samen aan zulke oplossingen werken om dus die klimaatverandering tegen te gaan, om te zorgen dat natuurlijke bronnen dus niet uitgeput worden en bepaalde bronnen op het gegeven moment op zijn, om te zorgen dat de toekomst van de planeet er is en op het gegeven moment niet we op een met een veel kleiner aantal mensen op een onleefbare planeet leven. En dan willen we dus uiteindelijk samen op zoek naar duurzame oplossingen binnen de grenzen van de natuurlijke bronnen. Dus wij willen zorgen dat wij op de aarde kunnen leven, maar wij eigenlijk binnen de zogenaamde planetary boundaries. Dus binnen de kaders die natuur ons geeft, zonder daar overheen te gaan. En wat natuurlijk voor jullie heel belangrijk is wat zijn nou de opleidingen in Wageningen die zich echt bezighouden met het thema duurzaamheid en circulariteit? Nou ja, wat voor de hand ligt is de opleiding Environmental Sciences. Hier gaat het echt over de milieukwesties zoals vervuiling, klimaatverandering, maar ook juist het uitputten van natuurlijke hulpbronnen en hoe je dat kan onderzoeken. Dus denk aan duurzame energie. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als er klimaat verandert? Hoe heeft dat invloed op de systemen? En daarbij is het dus echt een combinatie tussen natuurlijke, sociale en technologische wetenschappen. Om dus te kijken naar hoe die interacties tussen mens en milieu in elkaar zitten en die te begrijpen. Want we werken nou eenmaal met elkaar samen. Alleen we kunnen daar nog op een veel betere manier mee omgaan eigenlijk. En hierbij wil je dus ook echt werken aan het maken en opstellen van duurzame oplossing, zodat wij en de planeet een toekomst heeft. En dan heb je dus ook de opleiding Communication and Life Sciences. Dit is de enige opleiding communicatiewetenschappen in Nederland die echt compleet is gericht op klimaat, natuur, duurzaamheid en voeding en gezondheid. Aangezien dit echt thema's binnen Wageningen zijn waar de focus op ligt, maar dan binnen de communicatiewetenschappen.
Je gaat dus communicatievraagstukken en communicatie toepassen op maatschappelijke vraagstukken, dus zoals de klimaatverandering en de energietransitie. En dan ben je eigenlijk dus de verbindende schakel tussen de partijen, dus bijvoorbeeld binnen de overheid en binnen een NGO, dus bijvoorbeeld een Greenpeace, maar ook tussen een Greenpeace en een Shell, om te zorgen dat die communicatie goed verloopt en dan dus juist te helpen bij zulke maatschappelijke vraagstukken. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de opleiding Soil, Water and Atmosphere, dus aardwetenschappen, bodem, water, atmosfeer. Hierbij ga je kijken naar de samenhang tussen hydrologie, meteorologie en bodemkunde. En daarbij werk je dus ook aan de milieuproblemen. Want klimaatverandering heeft op zowel de bodem als het water als de atmosfeer een enorme invloed. En ook bij hier ga je dus op vragen focussen die te maken hebben met klimaatveranderingen. Maar dan juist meer in de richting van wateroverlast. Of wateroverlast en wat gebeurt er als er zulke verdroging is dat er erosie ontstaat. Maar dan echt vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief. Dus veel meer uit scheikunde en de natuurkunde in plaats van bijvoorbeeld bij de vorige opleiding die communicatiewetenschappen die keken vanuit het communicatie en veel meer het sociale perspectief. En hierbij worden dus fundamentele en toegepaste proceskennis over het aardsysteem toegepast, van nanometer tot globale schaal eigenlijk. En die kennis is essentieel. Maar je hebt ook de opleiding International Land en Land and Water Management, waarbij je dus vraagstukken hebt over het effect van klimaatverandering, dus droogte en weererosie. En overstromingen, maar dus ook het slechte beheer van land. Dus je leert plannen te maken voor een land en dan dus water beter te gebruiken. En onderzoek daarbij de rol van verschillende betrokkenen. Dus als een land bijvoorbeeld heel erg uitgedroogd is, kan je gaan kijken van hey, hoe kan je de grond daar weer vruchtbaar maken? En hoe kan je dus zorgen dat het land en water goed met elkaar in verhouding staan? En dit is dus ook technisch, maar het lost dus ook sociale en internationale probleemstukken op. Dan heb je ook de opleiding Tourism, wat een joint degree is. Dus dat wordt samengegeven met Breda. En hierbij ga je kijken naar de relatie tussen toerisme, economie, de samenleving, maar ook dus natuur en milieu. Dus eigenlijk, hoe houdt het toerisme samen met die duurzaamheid en het milieu? En daarbij is het dus een interdisciplinaire opleiding die dus de sociale, maar ook economische en milieuwetenschappen combineert. Om dus die samenhang daarvoor die eigenlijk te onderzoeken. En je wordt begeleid tot een veelzijdige professional. En je leert dus hoe toerisme bijdraagt aan economische ontwikkeling. Maar dus ook van behoud van cultuur, natuur en milieu. Want je kan je natuurlijk voorstellen dat toerisme voor heel veel landen geld oplevert. En dat geld juist op een hele goede manier besteed kan worden. Om juist natuur en milieu naast de cultuur te behouden. En dan voor je studiekeuze. Voor de mensen die al een andere themaopleiding of een themapresentatie hebben gezien, komt het bekend voor. Maar binnen de opbouw van een bachelor heb je dus een verplicht deel, een specialisatie en vrije keuzeruimte en moet je in een bachelor thesis schrijven. Dus het verplichte deel is eigenlijk het deel wat je met alle studenten volgt die in het eerste jaar zijn begonnen samen. Maar je kan ook een specialisatie kiezen. Dus bijvoorbeeld binnen de specialisatie bodem, water, atmosfeer kan je voor één van de drie kiezen om daar verder op in te gaan. En daarbij heb je ook een vrije keuzeruimte. Dus je kan, mocht je bijvoorbeeld de studie Environmental Sciences hebben gedaan, maar het economische aspect ook heel interessant vinden, dan kan je bijvoorbeeld binnen je vrije keuzeruimte nog extra economievakken volgen of juist veel meer technische vakken. Dus zo komt dat een beetje samen. En aan het einde van je van je bachelor schrijf je een thesis. Dat is eigenlijk een, je leert binnen je bachelor al onderzoek doen en dan is dat eigenlijk een soort van je afsluitende onderzoek waar je super veel van leert. Heb ik zelf ook gedaan dus.
Nou, en waarom nou Wageningen University? In Wageningen is het onderwijs super persoonlijk. Je krijgt in je eerste jaar een studieadviseur die je de rest van je studie zal helpen en zal bijstaan op het moment dat je vragen hebt over. Dat kan persoonlijk zijn, maar kan ook over juist over je studiekeuze gaan. Waarbij dus ook de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. Het is over het algemeen wat kleinschaliger. Je bent absoluut niet een nummer. En dat bevordert de kwaliteit van het onderwijs heel erg. Je hebt dus vrije keuzeruimte. Dus je mag zelf kiezen welke vakken je in je minor wilt doen. En het is dus ook heel flexibel. Dus mocht jij halverwege je tweede jaar iets anders willen doen naast je studie of buiten je studie, dan is het altijd flexibel ingericht om nog wat extra dingen buiten je studie te doen en daardoor je programma wat om te gooien. Het is wereldwijd, het is een hele internationale gemeenschap. Heel veel internationale studenten die studeren in Wageningen. Dus dat is ontzettend leuk. En het is dus super maatschappelijk betrokken. Eigenlijk de vraagstukken die we proberen te beantwoorden in Wageningen, die zijn allemaal heel maatschappelijk. Die hebben heel veel invloed op de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en circulariteit. Want ondanks dat niet iedereen er even erg mee bezig is, raakt het iedereen eigenlijk. Dan de mogelijke banen. Je kan superveel doen. Je kan consultant worden, maar ook voorlichter, onderzoeker, manager in bijvoorbeeld duurzaamheidsorganisaties. Of juist zorgen dat de duurzaamheid omhoog gaat in bepaalde bedrijven. Zoals de Rabobank, niet altijd even duurzaam bezig met hun investeringen. Of bol.com. Hoe kan bol.com hun hele organisatie nou op zo'n manier in richten dat duurzaamheid wat meer boven of vooraan staat. In zulke functies kan je dus terechtkomen, wat ontzettend leuk is. En veel mensen uit Wageningen gaan dan ook in de organisaties die hier staan werken. Dan heb ik nog wat duurzame tips. 5 tips om duurzamer te leven. Je verwacht het misschien niet, maar op het moment dat je je achtergrond van je telefoon naar zwart of een donkerder plaatje naar een donkerder plaatje verandert, dan gebruikt je telefoon minder energie en hoef je hem dus minder vaak op te laden. Wat dus best een leuke tip is, aangezien het altijd best vervelend is om een lege telefoon te hebben. Verspil geen voedsel. Dus denk goed na over het eten wat je meeneemt als je je eigen lunch mee hebt. Ga dan niet ook nog ergens iets kopen als je daardoor je eigen daardoor niet je eigen lunch op te eten. Maar denk ook aan het recyclen van je kleding. Gooi het niet in de vuilnisbak, maar kijk of iemand anders je kleding nog wil dragen. En kijk ook hoe je zelf vaker tweedehands kleding kan kopen. Helaas is, ondanks dat voor vele shoppen en winkelen erg leuk is, is de kledingindustrie de op één na vervuilendste industrie van de wereld. En is een shoppen bij een H&M of een Zara heel erg leuk, maar helaas heel slecht voor het milieu. Dus kijk juist of je bijvoorbeeld vaker je kleding kan kopen op Vinted. Super makkelijk platform waar je, net zoals ik koop eigenlijk al mijn kleding op Vinted, leuk, goedkoop en duurzaam kan shoppen. Gebruik minder plastic. Denk bijvoorbeeld aan dat je niet al je tijd je boterhammetjes in een plastic zakje doet, maar gebruik een bakje. En denk ook na dat je als je naar de Albert Heijn gaat of naar de winkel, dat je niet elke keer een nieuw plastic zakje koopt, maar dat je gewoon je eigen tas meeneemt om daardoor plastic te verminderen. En dan natuurlijk, als je echt goed in de duurzaamheid wil komen, dan moet je natuurlijk een opleiding van Wageningen University and Research volgen. Want hier leer je alles over duurzaamheid. En kan je ook in de toekomst dus bijdragen aan het verzorgen van een meer duurzame toekomst. Wat kan helpen bij het maken in je studiekeuze? Mocht je nou helemaal aan het begin van je zoektocht staan en weet je nog niet zo goed wat je wil, ga dan nadenken over wat je leuk vindt en doe eventueel een studiekeuzetest. Dat is eigenlijk het begin van het studiekeuzeproces. Ga een beetje nadenken wat de onderwerpen zijn die ik interessant vind. Bijvoorbeeld duurzaamheid en circulariteit, is dat nou iets wat je heel erg aanspreekt? Ga dan kijken naar de opleidingen die daarbij zitten. En als je dan die richting weet, kijk dan naar de opleidingspagina's, maar kijk ook naar eventueel een brochure. Vergelijk dan opleidingen door ook bijvoorbeeld naar de open dag op 15 oktober te komen. Die is fysiek, die is niet online, maar dan kan je echt in de collegezalen naar de opleidingen gaan, met mensen praten, een beetje de feeling krijgen van hoe het nou in Wageningen eraan toe gaat. En dat geeft over het algemeen een heel goed beeld.
En mocht, je dan, mocht er wel een opleiding zijn die je wel aanspreekt, doe dan vooral ook mee aan een groepsmeeloopdag of ga nog online proefstuderen. Dat is online. En daar kan je dus online kijken naar hoe een studie is ingericht. En kan je meer specifieke vragen maken en leren over een studie. Dan kan je ook chatten met de student of bijvoorbeeld een rondje op de campus lopen met een tour. En mocht je dan nou uiteindelijk denken, yes, dit is het voor mij, deze studie wil ik doen, neem dan deel aan de matching en meld je aan als student. En wie weet zien we je volgend jaar wel op de campus lopen. En dan wil ik vooral heel veel succes wensen met jullie studiekeuze. Mochten jullie nu nog vragen hebben, dan stel ze gerust in de chat. En dan zou ik ze, even beantwoorden. Even kijken hoor, Marlies heeft een vraag. Is er nu of in de toekomst eigenlijk nog wel vraag naar mensen in communicatie? Zijn er nog veel banen te vinden? Nou ja, zeker wel. Eigenlijk is communicatie een vraagstuk die altijd blijft. En mensen gaan er altijd in blijven zitten. En juist ook onder communicatie valt ook bijvoorbeeld sociale media. Dus, en aangezien dat nog groter en groter wordt, is dat zeker een plek waar je nog wel banen kan vinden. Komt er nog een open dag naast 15 oktober? Jazeker. 15 oktober is de open dag, maar in het voorjaar, dus in het nieuwe jaar 2023, komt ook nog een open dag voordat je je keuze hoeft te maken. Dus, ja, er komt zeker ook nog een andere open dag. Is deze tip ook van toepassing als je niet op je homescherm zit? Weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk gewoon over het algemeen, ook als je op je homescherm zit, als je daar een donkere achtergrond hebt, dat het dus minder energie kost. Omdat als je bijvoorbeeld een hele lichte achtergrond achter je apps hebt, dan kost dat dus meer energie. Dus het is juist ook van toepassing, denk ik. Hoewel als je in een app zit, kan je er natuurlijk niet heel veel aan doen. Zou je makkelijk kunnen overstappen van studie als je binnen een vakgebied, zoals duurzaam bijvoorbeeld, wisselt? Zou kunnen. Er zijn van een paar van deze opleidingen hebben best wel overlap met elkaar. Bijvoorbeeld International Land en Water Management en Soil, Water, Atmosfeer, Bodemwater, Atmosfeer. Dan zijn er zeker mogelijkheden om over te stappen. Er zijn sowieso altijd mogelijkheden om over te stappen. Dat is alleen studieafhankelijk. En dat is dus iets wat je super fijn en chill met een studieadviseur kan overleggen. Dus mocht je dat willen, dan is dat altijd mogelijk. Dan vraagt Pieter, wanneer zijn de meeloopdagen? Weet ik niet uit mijn hoofd, dat is heel afhankelijk van de opleiding. Maar dat kan je allemaal op de website vinden. En dat kan je eventueel ook als je naar een presentatie specifieke van een opleiding gaat, dan kan je dan nog even vragen. Maar dat is over het algemeen flexibel. En wat zijn de onderlinge verschillen tussen de diverse opleidingen binnen duurzaamheid? Nou ja, de focus is heel erg anders. Dus het gaat, er is een verschil tussen waar je binnen de duurzaamheid op focust. Dus binnen International Land en Water Management ga je dus heel erg kijken naar hoe duurzaamheid en circulariteit invloed heeft op de samenhang tussen land en water. Dus heel erg op die twee dingen. Terwijl je binnen communicatie juist gaat kijken van hé, maar hoe bespreken we dit met elkaar? En hoe kunnen we zorgen dat communicatief we tot duurzame oplossing komen. Dus zo zie je dat er, ondanks dat het allemaal over het kopje duurzaamheid gaat uiteindelijk, dat er binnen de opleidingen dus best verschil is. Ook in de zin van technische en meer sociale opleiding. Moet je goed Engels kunnen om een Engelse studie te volgen? Nou ja, het is een beetje de vraag wat je onder goed Engels kunnen verstaat. Maar in principe moet je Engels wel gewoon op niveau zijn om een Engelse studie te volgen. Maar over het algemeen is heel veel van het leeswerk wat je moet doen in het Engels. Dus ja, Engels is wel belangrijk, maar gaandeweg de tijd dat je aan opleiding doet in Wageningen, verbetert je Engels ook zeker. Maar mocht je echt geen woord Engels doen, dan is misschien een Engelse opleiding volgen niet heel handig. Maar het zou in principe geen issue moeten zijn.
Besteden andere weeropleidingen ook aandacht aan duurzaamheid en circulariteit? Ja, zeker. Ook andere opleidingen zullen heel veel voorbeelden en heel veel onderwerpen koppelen aan duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan de opleiding Economie en Beleid. Die heeft ook heel veel vraagstukken die over duurzaamheid en milieu gaan. En ook binnen, ik heb bijvoorbeeld bedrijf in consumentenwetenschappen gedaan. Daar kan je ook zelf de vraagstukken die je wil beantwoorden inrichten op duurzaamheid. Dus zo heb ik, ondanks dat het hoofdonderwerp misschien wat meer economisch is, kan je je vraagstukken heel erg over duurzaamheid laten gaan. Bijvoorbeeld, wat is het economische aspect van een duurzaam idee? En circulariteit gaat heel erg over het opnieuw inrichten van ook het economische systeem. Dus zeker besteden andere opleidingen binnen de WUR ook heel veel aandacht aan duurzaamheid en circulariteit, alleen meer op een andere insteek. Wellicht. Want ook binnen bos- en natuurbeheer gaat het natuurlijk over de duurzaam behoud van bos. Alleen de inval is net wat anders. Waar kan je verschillende studies met elkaar vergelijken? Je hebt een tool, als het goed is. Dat moet je even googlen. Maar daar kan je studies met elkaar vergelijken. Dus als je dat googelt, dan komt er, als het goed is, een tool naar voren. En daar zetten ze twee studies naast elkaar, waardoor je het verschil kan zien. Is er nog een vraag: kan je ook met een studieadviseur praten voordat je aanmeldt voor een studie? Jazeker. Als je naar de website gaat van een bepaalde opleiding, dus bijvoorbeeld van Environmental Sciences, staat aan de rechterkant een blokje met de contactgegevens van de studieadviseur. Dus mocht je vragen hebben, dan kan je altijd daar de studieadviseur bereiken. Ja, dus zeker, dat kan zeker. Ik zie geen andere vragen meer binnenkomen. Dank jullie wel dan. Heel veel succes dus nog met moet je voor sommige vakken hoge cijfers hebben? Nee, in principe niet. Je kan opleidingsspecifiek opzoeken wat de toelatingseisen zijn. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat ze wel willen dat je een bepaald pakket hebt gedaan. Als je bijvoorbeeld bodemwater atmosfeer wil doen, dan heb je best wel wat scheikunde en natuurkunde. Dus als je dan CNM hebt gedaan, dan is dat misschien niet de meest beste aansluiting. Maar naar cijfers wordt over het algemeen niet echt gekeken. Nee. Waar kun je deze en andere thema's presentatie terugkijken? Op YouTube. Via platform kan je naar YouTube gaan. En dan zullen al deze presentaties op de WUR YouTube worden geplaatst. Dus dan kan je hem altijd terugkijken. Als er nog andere vragen in de chat binnenkomen, dan zou ik ze nog beantwoorden. Ik zal even blijven hangen. Maar anders heel erg bedankt. Heel veel succes dus in je verdere studiekeuze. Als je dus vragen hebt, stel ze gerust. En anders wellicht tot volgend jaar op de campus. Doei! Bedankt!